Dit is toch wel de plaats waar mensen, ook van buiten Nijmegen, het eerste heen komen als ze onze mooie stad bezoeken. De Sint-Nicolaaskapel is donderdagmiddag heropend door burgemeester Bruls. Een jaar lang was de Nijmeegse kapel gesloten, omdat de muurschilderingen uit 1543 werden gerestaureerd. De burgemeester is trots op het eindresultaat. Ja, zeker. De Nicolaaskapel in het Valkhofpark behoort natuurlijk echt tot de iconen van onze stad. En dat daar nu de muren gerestaureerd zijn en daarmee ook voor hele lange tijd weer goed zichtbaar worden voor iedereen die deze plaats bezoekt. U moet beseffen, dit is toch wel de plaats waar mensen, ook van buiten Nijmegen, het eerste heen komen als ze onze mooie stad bezoeken. Dus het is van heel erg groot belang dat wat van historisch erfgoed hebben, ook goed kunnen laten zien en ook goed bewaard kunnen laten zien. Het feit dat die gebouwd is rond het jaar 1030, dat maakt het een van de oudste stenen gebouwen in Nederland die nog steeds voor dezelfde functie gebruikt worden. De schilderingen die we vandaag heropend hebben, zeg maar, die gerestaureerd zijn, maken weer duidelijk dat er bijzondere manieren van schilderen zijn gebruikt. In de loop der eeuwen is er over de middeleeuwse schilderingen heen geschilderd en gekalkt. Ook hadden afbeeldingen te lijden onder een lekkend dak en kapotte ramen. Voor de restauratoren was het daarom een enorme klus. Het was echt een hele complexe restauratie, omdat het de schilderingen waren ontzettend fragiel. En de schilderingen zijn geschilderd op een kalklaagje en dit kalklaagje is aangebracht op een pleisterlaag. En die pleisterlaag die daaronder zat, die was heel erg bros. Dus dat moesten we helemaal weer gaan consolideren, zoals dat heet. Consolideren is eigenlijk dat je een soort lijm toevoegt, waardoor je zorgt dat het weer stabiel wordt, zodat het niet weer verder uit elkaar brokkelt. Op 16 oktober is de officiële heropening van de kapel tijdens het 024 Geschiedenisfestival. Maar de hemelse bloemen, zoals de muurschilderingen worden genoemd, zijn ook nu alvast te bewonderen. Zover wij het kunnen bemannen met onze vrijwilligers is hij weer geopend. Voorlopig is dat alleen in de weekenden van 12 tot 4. Maar we proberen, als het mogelijk is, om dat gewoon langzaam maar zeker weer uit te breiden, dat we de hele week weer open zijn. Ik heb net zelf bij de opening het mogen zien en het is ook mooi, men heeft ook nog foto's voor degenen die zien kunnen rennen hoe het was voor de restauratie. Dan kun je ook het verschil zien. Hè. Het is ook wel goed om te zeggen, het is een restauratie. Het is niet zo dat nu die hele kapel opnieuw geschilderd is en alle wandschilderingen van vroeger letterlijk zijn nagemaakt. Men heeft echt geprobeerd met respect voor wat gebeurd is te restaureren. Dus je zult ook plaatsen zien waar de schilderingen niet meer zichtbaar is. Maar wat je ziet is dus wel authentiek. En dat is heel erg belangrijk bij zo'n historisch gebouw.